Welkom mensen, ik stel u graag voor aan Jurie Mulder en mijn naam is Evert ten Apel. Dankjewel voor je introductie Evert en ik wil maar zeggen... En dit is de formatie waarin Ajax van start gaat. Als we kijken naar de 11 spelers die het vandaag moeten doen, zien we dat er is gekocht. Kunnen we een doelpunt noteren? Een koud kunstje voor de keeper. Gaat hij het redden? Daar is het openingsdoelpunt. Daar hebben we niet lang op moeten wachten. Nee, en nu krijgen we een lekkere open wedstrijd. De eerste bal gaat er vandaag in. Met gevoel gegeven. Hij mist. Jonge, jonge, die had er wat mij betreft wel ingemogen van die afstand. Ja, veel grotere kansen ga je vandaag niet krijgen, Evert. Dat had de gelijkmaker moeten zijn, vrij voor de keeper. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. En Ajax is weg. De Jong. Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. Tadic. Hakim Ziyech, die is er vandoor. Dolberg. Goeie ingreep door de keeper, hoewel de bal nog in het spel is. Die redding houdt de ploeg vooralsnog wel in de wedstrijd. Misschien geeft ze het net dat beetje extra. Die bal lijkt op maat. Daar komt Neymar. Het gevaar wordt afgeslagen. Er ligt ruimte achter de verdediging, maar dan moeten ze... Die is doorgebroken. Dusan Tadic. Deze tegenstoot is nog niet voorbij. De bedoeling was een voorzet, maar de verdediger is alert en voorkomt een mogelijk gevaarlijke situatie voor het doel. Slordig balverlies hoor, dat mag je op dit niveau niet overkomen. Het opjagen van de tegenstander levert balbezit op. Die bal wordt onderschept. Hakim Ziyech. Loeihard. Een gevaarlijke situatie. Gedurfd, maar daar moet je natuurlijk geluk bij hebben. Nee, deze omhaal mist alle richting. Als je zulke ballen gaat geven, hou je de bal nooit in de ploeg. Prima gestoken, zo lijkt het. Ja, hij was te vroeg weg, vlag omhoog voor buitenspel. Nusair Mazraoui. David Neres. Een groot gat op de vleugel en dat biedt kansen voor Ajax. Dolberg. Nu schieten. Dolberg. Spektakel. Bal terug van de paal. Dankzij het aluminium zit er nog enige spanning in deze wedstrijd. Dat mogen we toch wel rustig zeggen. Hakim Ziyech. Fijn paasje. Daar is opnieuw een goal. Is dit een beslissing, Jurie? Wat denk jij? Je zou het toch haast denken. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal, Evert. Maar de tegenstander zal aan de pak moeten als ze hier niet met de nederlaag van het veld willen stappen. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Gele kaart! Wie pakt die bal op? Nusair Mazraoui. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. Ze hebben geen haast, de bal gaat rustig rond. Tadic. Hij weet die paas te onderscheppen.
Er was genoeg ruimte om die counter goed uit te spelen. Dat gebeurde niet en nu heeft de tegenstander balbezit. Bal midden voor het doel. Zo, hij neemt die bal ineens op de pantoffel en wat scheelt het? Ja, hij aarzelt geen moment. Hè. Bij een volley komt ook een tikkeltje geluk kijken en dat ontbreekt hier. Hij speelt, die is er doorheen. De grensrechter steekt zijn vlag omhoog. Buitenspel, geen doelpunt dus. Nicolas. Het balletje gaat van voet naar voet. De tegenstander zal bij deze stand toch moeten komen. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. Hakim Ziyech. Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot. Veel ruimte op de vleugel. Ja, dan is Neymar in zijn element. Je moet wel van goede huizen komen om deze keeper te verrassen. Ja, die kopbal is een makkelijke prooi voor deze keeper. Hakim Ziyech. Dolberg op de paal. De kans op de voorzet. David Neres. En Brazilië komt weer in balbezit. Met die poging was net weinig mis hoor. Soms moet je ook een beetje mazzel hebben. Die paas wat onderschept. Dusan Tadic. Uitgelezen kans om te scoren. Prima verwerkt die bal, waardoor verder gevaar voorkomen wordt. Kan Ajax misschien profiteren van deze corner? De bal wordt in de 16 gepompt. 2 minuten extra tijd slechts. Als je de bal zo weggeeft, ja, dan verdien je een straftraining. Ajax kan die bal gaan voorgeven uit de hoekschop. Hij kiest voor een bal in de 16. Tadic! Fantastische kopbal, maar de keeper zat er goed bij. De eerste helft is gespeeld, stand is 2-0. En eens kijken wat de tweede helft ons zal gaan brengen. Brazilië heeft de aftrap genomen en de tweede helft begint. Er zijn nog steeds mogelijkheden om dit uit te spelen. Die bal is scherp. Dusan Tadic. Oei, riskant die sliding, maar hij komt er bij weg. Ajax scoort wel vaker uit een hoekschop. We gaan eens kijken. Ai, 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 wat een belabberde paas. De Jong. De bal komt in het strafschopgebied. Hij zorgt ervoor dat het gevaar weg is. De eerste helft heeft hij gewoon heel sterk gespeeld door Juri. Hij zal iets wat teleurgesteld zijn. Dolberg. Hij ging voor zijn tweede, maar de keeper werkt daar niet aan mee. Nee, dat was goed gedaan door de keeper. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Uitstekend geplaatst. Inworp op een mooie plek. Een lange ingooi. Zal wel eens voor vuurwerk in het strafschopgebied kunnen gaan zorgen. Daar komt Neymar. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Brazilië is weer bezig met een aanval. Daar is de poging. De bal gaat naast.
De tegenstander kan de bal onderscheppen. Daar komt de aansluitingstreffer, denk ik. De keeper heeft hem. De bal komt van dichtbij op hem af. Maar wat een redding. Hier zien we de mooie traptechniek van Neymar. Het gevaar wordt afgeslagen. Hij zoekt naar ondersteuning. Dat was een heel belangrijke tackle. Lasse Schöne. Goeie paas weer. Een puike wedstrijd speelt hij deze man. Breed gespeeld in de hoop dat de achterhoede gaten laat vallen. Dolberg. Prima gestoken zo. Bal kwijt. Eens kijken hoe ze omschakelen nu. Hij heeft veel oog voor zijn ploeggenoten en zijn passen zijn uitstekend. Dat lijkt een prima steekpaas. Met zulk aanvalsspel, ja, daar maak je de tegenstander echt niet bang mee. Van de Beek. Handig ingegrepen. Ja, en nu afmaken. Die is doorgebroken. Schot gelost. De doelman redt de aanval op door. Hij werkt die bal weg. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Ongelooflijk dat die bal er niet in ging, Evert. Wat een wereldredding was dat. David Neres. En Ajax is weg. Fraai gestoken daar die bal. De keeper werkt de bal weg, maar het blijft. De scheidsrechter geeft aan. Vrije trap voor Brazilië. Er komt een inworp aan van Ajax. Tadic. Nicolas Taliafico. Slordig balverlies hoor, dat mag je op dit niveau niet overkomen. Net iets meer dan een kwartier hebben we nog te gaan. Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. Neymar, wat een goed balletje zeg op Neymar. Mooie redding, maar de bal is nog in het spel. Hij zit erin. Hieraan zie je dat het loont om altijd te blijven geloven in je kansen. Niet iedereen had verwacht dat die bal wel terug zou komen van het doelman, maar hij is er als de kippen bij. Brazilië scoort. De keeper zat er nog aan bij dat schot. Maar hij was kansloos bij de rebound. Cool afgemaakt door de aanvaller die goed oplette. Dolberg. Mogelijk een goede kans hier. De bal wordt voor het doel gebracht. Van zo'n voorzet ligt geen keeper wakker. Uitstekend handen van de keeper. We hebben nog 10 minuten aan reguliere speeltijd over. Nog maar 10 minuten te gaan en de thuisploeg krijgt hier de kans om iets aan de stand te doen. De spanning is te snijden, Evert, op de tribunes. Nicolas Taliafico. En die bal gaat over de zijlijn, de inworp is voor Brazilië. Vers bloed voor de beide ploegen.
Als je de bal zo weggeeft, ja, dan verdien je een straftraining. Houdt die bal bezit? De tegenstander kan de bal onderscheppen. Heel goed ingegrepen. Hiermee houden ze het heft in handen. Die bal is voor de tegenstander. Neymar. Daar wordt een gevaarlijke steekpaas er net uitgehaald. Die paas wordt onderschept. De extra tijd bedraagt maar 2 minuten. Dit kan dé kans worden om nog op gelijke hoogte te komen. Mooi onderschept en het gevaar is weer even geweken. Een groot gat op de vleugel en dat biedt kansen voor Ajax. Nog een laat doelpunt van dichtbij. Goed ingegrepen. Een doelpunt zou ze slecht uitkomen. De scheidsrechter fluit af voor vandaag. Ajax heeft dit duel gewonnen. Het was maar voor de neutrale kijker daardoor wel leuk. Nou, ik weet niet wat jij vindt, Jury, maar volgens mij heeft hij verdienstelijk gespeeld. Nou, het is dat paal en lat vandaag weer in de weg stonden, Evert. Anders had hij er 2 gemaakt, hè. Hij maakte er eentje. Ja, hij kan eigenlijk met 1 doelpunt misschien wel tevreden zijn. Maar ja, als voetballer wil je toch zoveel mogelijk goals maken.